Het dilemma in deze film in de eerste plaats is betrekkelijk eenvoudig juridisch. Mag je liegen of mag je dat niet? Mag je onwaarheid vertellen wanneer je een fout hebt begaan of niet? Of zijn er therapeutische overwegingen waarom dat toch mag? Ik moet je iets zeggen. Wat? Wacht even. Of moet je dat vermengen met de discussie over het recht op niet weten van de patiënt? Nou, ik denk het niet. Dit kan je niet doen. De behandelingsovereenkomst tussen patiënt en ziekenhuis en dokter is helemaal gebaseerd op vertrouwen. Juist in de zorg is het niet zomaar een overeenkomst, maar een overeenkomst die gebaseerd is op vertrouwen en waarin een groot machtsverschil bestaat tussen de patiënt en het instituut, de instelling. Ja, Ellen met Isa, dacht je nou echt dat ik er niet achter zou komen dat ze alle twee zwanger zijn? Je hebt gewoon glashard tegen me staan liegen. En als je dan ook nog gaat jokken en dan het gevolg daarvan ook nog is dat je in het ziekenhuis zelf een soort van conspiracy of silence, een soort van samenzwering van leugens moet volhouden, dan bouw je aan een verkeerde cultuur. Dat moet je echt niet doen. Maar daarachter liggen natuurlijk wel een paar belangrijke ethische vragen. En die hebben natuurlijk te maken met de vraag of informatie altijd goed is. En of bepaalde kennis ons zo onvrij maakt dat wij ons recht om niet te weten erg nodig zullen hebben in de toekomst. Je hebt gelijk. Wat? Ik moet er wat aan doen. Het is mijn verantwoordelijkheid. Ik ga naar Sylvia. Isa. Wat? Dat vind ik belangrijk als een tegenwicht tegen de vorderingen in de wetenschap die ons natuurlijk steeds meer wat dat betreft te vertellen heeft. En dat wordt een spannend iets. Dat varieert van het domein van de eugenetica tot het domein van een grote onvrijheid, omdat je al weet dat er 70 of 60 of 40% kans is dat je kind op die leeftijd die ziekte zal krijgen. Ja, wat moet je daarmee? Dan maak je van je leven langzamerhand een roulette. En dat willen we niet. Het leven is al ingewikkeld genoeg. En al die keuzes maken, de vrijheid van keuze kan verkeren in keuzedwang. Je hebt de vrijheid, zeker, die hebben we. We mogen kiezen. De dokters bieden het ons aan. Maar omdat we die vrijheid hebben te kiezen, zijn we ineens in de situatie dat we moeten kiezen. Het is niet van hun. Iedereen heeft toch recht op zijn eigen leven, op zijn eigen geluk of ongeluk. Dat kunnen wij toch niet voor ze beslissen? Je mag niet voor God gaan spelen. Dat is precies wat we doen, Bergman. Jij net zo goed als ik. Je hebt als patiënt in die betrekkelijk machteloze situatie dat er over jou veel kennis beschikbaar komt, een belangrijk recht, en dat moet je bespreken met je dokter. Ik wil misschien informatie die je hebt over mij niet weten. En kijk na of dat kan, of dat anderen daarvan de dupe kunnen worden. Ja, dus als ouders heb je soms erfelijke informatie. Van het essentieel is dat je kind dat weet. En nou ja, dat zijn dus nog, er zijn nog heel veel dilemma's op dit gebied. En voornamelijk in de buurt van de voorspellende genetische informatie. Daar liggen heel veel problemen. En dat is vanavond gelukkig ook weer even in die prachtige film aan de orde gekomen.